We zijn met Huip Rauwenhorst bij de Almelo City Cup. Hoe is het tot nu toe verlopen? Ja, nee, het is net als andere jaren weer fantastisch. We hebben natuurlijk ook heel veel geluk gehad met dit weer. Het waren ideale weersomstandigheden. En daardoor was eigenlijk iedereen nog vrolijker, want vorig jaar was het veel te warm. Ja, veel te warm. Dat valt nu al mee. Lekker windje. Hoe reageren de mensen erop? Ja, nee, iedereen heeft het gewoon heel erg naar zijn zin. Je ziet ook, er is geen incident geweest. Behalve gisteren dachten we even dat iemand met een hartinfarct zou vallen. Bleek later gelukkig een ribblessure te zijn. Bleek ook weer dat daardoor ons protocol geweldig werkt. Hoe snel we hier een ziekenauto hadden. Dus eigenlijk is alles perfect verlopen. In dit geval ook binnen de gegeven omstandigheden. Nou, dat is super. Hoeveel landen doen er teams mee? Uit hoeveel landen? Dit jaar doen er 7 landen mee. We hebben eens een keer 8 gehad. Dus de Fransen waren er dit jaar niet. Nou ja, en het was Engeland, België, Duitsland, Nederland, Litouwen, Polen en Denemarken. En hoeveel verschillende teams zijn er dan? We hebben 48 teams. Bij de heren verdeeld over 2 klassementen, samen 36. En bij de dames 12 teams. En dan hoeveel winnaars komen er uit? Eentje? Nee, er komen 3. En elk klassement komt een winnaar. Eerste, tweede, derde plaats. Daarnaast hebben we een Fair Play Cup. Vernoemd naar Ben Hulshoff, onze oprichter. Daarnaast is er nog een prijs voor het team wat de meeste doelpunten maakt. De Acerbusprijs. En die wordt dan vaak meegenomen door de winnaar? Of is dat eigenlijk heel verrassend? Nee, dat kan heel verrassend zijn. Het is maar net hoe uitslagen soms uitvallen. Dus voor iedereen is dat vanmiddag straks een verrassing wie uiteindelijk die prijzen wint. Nou, wij gaan vanmiddag kijken wie er gewonnen heeft en ik wens u nog veel plezier. Heel veel dank dat jullie aanwezig waren, dank je. Dank je wel.